net gezegd dat je 10 punten op Sautewaregem niet meer goed maakt. Dus oké, er staan er nog een aantal ploegen. Niet de grootste namen. Dus dan hoop je van oké, misschien is het nog mogelijk. Maar dit wordt uiteraard een hele zware opdracht. Een hele zware opdracht. Vooral omdat je die twijfel bij heel veel spelers ziet. Dus hadden we hier nu de pannen van tak gespeeld. Hè? En 5, 6, 7, 10 kansen afgedwongen. En het zat tegen. Ja, dan heb je wel een heel ander gevoel dan nu. Hè? Dus je zit in een moeilijke situatie. En je voelt dat er spelers zijn die daar niet kunnen mee omgaan. En dan heb je een probleem. Dan heb je een groot probleem. Ik ben bezig vandaag vooral met de supporters. Ik vind dat zij... De enige zijn die altijd voor 100% achter iedereen hebben gestaan. En ik vind het heel jammer voor hen dat deze situatie zich voordoet. Dat dit het voetbal is wat zij moeten naar kijken. Want die mensen verdienen zijn veel meer gewoon. Zij hebben het meegemaakt, net zoals iedereen in deze club. Hebben de grote momenten meegemaakt. En zij blijven altijd achter iedereen staan. Dus... Ik denk als je op zo'n momenten als coach staat en je voelt dat er twijfel in die groep zit, dat er geen drive genoeg in zit, geen initiatief, geen verantwoordelijkheid pakken, geen durf, vooral ook geen durf, ja, dan ben je een beetje machteloos, hè, op dat moment. Maar oké, dat betekent niet dat je voor de rest machteloos bent. Hè. Je kan er weer terug aan de slag gaan, maar het is heel moeilijk om als je zoveel jongens hebt die twijfelen en die niet durven... Het is heel moeilijk om dat in de wedstrijd zelf te keren. Je kan 3 vervangingen doen. En dat is hetgeen dat we geprobeerd hebben. Maar je kan er geen 7 vervangen. Hè.